Welkom bij Pompidou. Clara's vaste afspraak met de kunst gaat naar aanleiding van de tentoonstelling Jan van Eyck, een optische revolutie, kamerbreed vanuit het Museum voor Schone Kunsten in Gent. De schilder is een mythe en een raadsel, maar vooral is Jan van Eyck een kunstenaar die je ziel beroert. En daarom wilden wij voor u de perfecte rondleiding maken met curatoren en specialisten van op de grootste tentoonstelling ooit over Jan van Eyck gemaakt. Maximiliaan, we zitten hier voor een misschien een minder spectaculair stukje van het Lam Gods. Maar als je gaat kijken wat hier gebeurt, het licht en de reflectie op materialen, want dat is eigenlijk met Jan van Eyck zijn lavabo, zou je kunnen zeggen hier. Ja. 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 Zou je kunnen zeggen dat het licht bij Van Eyck een van de meest belangrijke zaken is? Het is het allerbelangrijkste. En vooral, we hebben hier een heel mooie synthese van de lichtreflectie op convexe objecten, hè, de ketel, en dan op een concaaf object, of toch gedeeltelijk concaaf, gedeeltelijk convex, het wasbekken. En het is nu net die lichtreflecties die een van de zeer belangrijke aspecten zijn in de theorie van visuele waarneming, die Van Eyck integreert in zijn werk. Die teruggaat op de Arabische geleerde Al-Hazen. Ja. Al-Hazen. Welke eeuw zitten we dan? Met 11e eeuw. Ja. Begin 11e eeuw in Cairo. Al-Hazen doet daar experimenten die te vergelijken zijn met laboratorium-experimenten. Hij beschrijft zijn opstelling en zo verder. Het is de bedoeling dat het ook herhaalbaar is, het experiment, en hij heeft het over het directe zien, het zien in spiegels, dus reflecties, vlakke spiegels, convexe en concave spiegels, en ook over lichtrefractie, dus het licht, de lichtbreking in transparante materiaal. En dat is wat we hier zien. Maar hoe kon Van Eyck een boek hebben gelezen, want dat was heel complexe literatuur of lectuur, ja, van een Arabische geleerde. Hoe kon dat tot in zijn vertrekken zijn gekomen? Weet men dat? Die tekst is vertaald in het Latijn rond 1200 al en werd door verschillende scholastische theologen in de 13e eeuw geherinterpreteerd. Het was effectief een zeer complexe tekst. Dus in eerste instantie gingen ze die tekst gaan herformuleren in functie van heldere stellingen, natuurkundige stellingen. Hoe werkt het optisch en reflectie of beeldvorming door middel van reflectie bijvoorbeeld. En ten tweede gingen ze het ook op een christelijke, metafysische manier interpreteren. Nu, die stellingen werden gedoseerd aan de Middeleeuwse Universiteit als de basis voor geometrie. En geometrie is een van de zeven vrije kunsten. Het was zo basis dat het zelfs aan de Latijnse scholen al werd gedoseerd. En daar moet Van Eyck ermee in contact zijn gekomen. Want we mogen vermoeden dat hij Latijnse school heeft gevolgd. Geen universiteit, geen artesopleiding, maar wel Latijnse school. En daar kan hij voor het eerst in contact zijn gekomen met die theorie die tegen het begin van de 15e eeuw zeer wijdverspreid door het onderwijs waren en eigenlijk de basis vormen voor de kennis van geometrie. Ja. Laten we ook nu nog even naar de Annunciatie kijken, op dat Lam Gods ook. En we moeten even verwijzen naar een boek bij Maria. Want nu komen we een beetje tot de crux van die tentoonstelling en ook de kennis die hij heeft opgedaan bij een Arabische geleerde enzovoort. Wat staat daar precies op, Maximiliaan? Wat heb je kunnen lezen? Het enige wat we kunnen lezen in dat boek met zekerheid, op enkele woorden na, is De Visione Dei, over het zien van God. Nu, het zien van God is een oude theologische kwestie. Paulus heeft het daar al over.
Maar ook Sint Augustinus stelt zich de vraag, hoe kunnen wij als stervelingen ooit God aanschouwen? En het is bij, terug bij die 13e eeuwse scholastische theologen, ik denk aan Pierre de Limoges bijvoorbeeld, die zoekt een antwoord op die eeuwenoude vraag van Sint Augustinus in de optische theorie van Alhazen, die hij kent uit het werk van Peckham enzovoort en voorgangers van hem. En daarin zegt hij, kijk, tijdens het leven zien wij enkel gereflecteerd, vaag, vervormd, onjuist. Een beetje die idee, de neoplatonische idee natuurlijk. Na de dood, of na het leven, bij de dood, zullen we op een indirecte visie krijgen van God. Dus een gerefracteerd beeld. En pas na de heropstanding zullen we oog in oog met God komen. Nu, het is eigenlijk die metafysische verklaring die de optica bij Van Eyck zo interessant maakt. Waar de Italianen de optica reduceren tot het directe beeld, het zien door een raam naar een gegeometriseerde werkelijkheid. Ja, de kijkkast, hè? Ja. Zie je bij Van Eyck die zeer complexe optische theorie in al zijn facetten, fysische facetten, maar ook in zijn metafysische verklaringen. Wat is nu de bedoeling eigenlijk? Dat is, als men begrijpt wat men ziet, krijgt men inzicht in de goddelijke natuur, in het spirituele zien, in Gods creatie. Dus als ik naar het werk van Van Eyck kijk, dan kom ik eigenlijk toch in de buurt van het aanschouwen van wat God mogelijkerwijze zou kunnen zijn, Maximiliaan. Ik ben ervan overtuigd dat het voor Jan Van Eyck zelf zeker een motief was om zo gedetailleerd, zo geconcentreerd en zo precies alles in de natuur weer te geven. Op basis van zijn onwaarschijnlijke scherpe observatie. Het is natuurlijk ook mogelijk dat zijn opdrachtgevers, de mensen voor wie hij werkte, ook diezelfde drijfveer hadden bij het zoeken naar God, naar de revelatie van God, van het spirituele zien in die werken van Van Eyck. Ja, maar dat is ook een beetje de hamvraag op deze tentoonstelling. Hoe kan het eigenlijk dat dat talent daar plotseling was? He, wat is er gebeurd? Wat zat er in die mens zijn genen dat hij het zo ver heeft kunnen schoppen in die schilderkunst door zo'n revolutie aan te richten? En hij was niet alleen iemand die heel goed keek, maar ook een heel geleerd iemand. Een echte pictordoctus, zoals we zeggen. Ja, er zijn drie aspecten. Zijn geleerdheid, wat we hier duidelijk in de verf stellen. Ten tweede natuurlijk de verbetering van de olieverftechniek, waardoor hij effectief alles kon schilderen wat hij waarnam. En dan vooral zijn waarnemingsvermogen. Maar niet alleen het kijken, ook de oog-handcoördinatie. Want je moet niet alleen kunnen zien en heel scherp waarnemen, je moet het ook kunnen weergeven met olieverf op paneel. En dat is de essentie natuurlijk. En het is eigenlijk de combinatie van die drie factoren die maken dat Van Eyck een optische revolutionair is. Ja. Wat is nu de meest fascinerende vierkante centimeter in het oeuvre van Van Eyck voor u? Waar blijft u naar kijken? Ik kijk al meer dan 35 jaar naar Van Eyck en telkens opnieuw zie ik nieuwe dingen. Dus elke dag opnieuw kunt u mij diezelfde vraag stellen en zal ik een ander antwoord geven. Tot de volgende keer dan. Dankjewel, Maximiliaan. Graag gedaan.